iedereen blijft mee. Hallo, mijn naam is Laura en wij zijn vandaag in het Corby Hotel in Lommel voor de halve finale en de Fashion Day van Miss Fashion 2019. Ik zit hier opnieuw met vier prachtige dames naast mij die ik graag een beetje beter wil leren kennen. En ik ga beginnen bij u. Hallo, ik ben Shania en ik ben 18 jaar. Ik woon in Middelkerken. Mijn hobby is dansen. En ik werk in Spegelaar Oostende. En ik werk eigenlijk deeltijds. En ik volg verkoopster. Mijn deeltijdsopleiding is verkoopster. En wat zou je graag daarmee bereiken? Ik zou graag mijn eigen winkel hebben. Dus eigenlijk met schoenen en kledij. En ik volg ook wel de mode van tegenwoordig. En ja, dat is een beetje... Dus toch wel bezig met de mode. Hallo. Hallo, ik ben Merel. Ik ben 17 jaar. Ik woon in Roeselare. Ik volg de richting logistiek en deeltijds Roeselare voor dan volgend jaar naar verzorgende te gaan. Mijn hobby's zijn eigenlijk iets gaan drinken met vriendinnen, want ik heb eigenlijk een hele goede vriendinnenbende. En ook hele goede vrienden, dus dat is altijd wel keer tof. Dus dat is zeker leuk. Heb je ook nog broers of zussen? Ja, ik heb een klein broertje van 9 jaar, Mattie. Zo schattig. Hallo, ik ben Aster Jansen. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Holsbeek. Ik voetbal en ik fitness en ik studeer sportmanager. Heel interessant natuurlijk. Klopt het dat jouw zus ook meedoet met Miss Fashion? Ja, mijn zus is hier ook, ja. En wat vind je daarvan, om dat samen mee te maken? Ik vind dat eigenlijk heel leuk dat we dat samen kunnen doen, want alleen zou ik het misschien niet direct hebben gedaan, maar we moedigen elkaar toch wel aan om dit te doen. En stel nu dat jij zelfs te horen krijgt van, ja, ik ben niet door, maar mijn zus wel, wat dan? Ik zou heel blij zijn voor haar en ik zou haar nog altijd even hard steunen als nu. En andersom geldt dat ook zo? Jazeker. Dat is leuk om te horen. Tof zusters. Dus. Hallo, wie ben jij? Ik ben Lisa. Ik ben 25 jaar, een van de oudste hier op Miss Fashion. Ik ben woonachtig in Ronse en ik baat samen met mijn vriend een horecazaak uit, een cafeetje. Lukt dat zo wel samen met je vriend een café uitbaten? Jazeker. Het zijn wel lange uren soms, maar dat valt heel goed mee. Ja, inderdaad, hele lange dagen. Zie je dat wel zitten om te combineren met Miss Fashion? Ja, zeker. Er valt altijd wel een oplossing te vinden daarvoor, ja. Oké, dat hoor ik zeker graag. Hoe zijn jullie bij Miss Fashion terechtgekomen eigenlijk? En waarom doen jullie mee? Vooral de waarom eigenlijk? Dankzij mijn vriend. Mijn vriend heeft mij ingeschreven vorig jaar op de finale van Miss Fashion, want zijn zus heeft dan meegedaan, Chelsea Vermeers. Heeft dat dus achter mijn gat, goed zo te zeggen, mij ingeschreven. En ik heb er mij nu uiteindelijk wel bij neergelegd. En ik ga er nu ten volle voor eigenlijk, ja. Ik hoop dat het voor jou een heel leuk avontuur wordt natuurlijk. Ik heb vooral Miss Fashion leren kennen bij Ines van Houten op haar Instagram. Omdat zij wel in mijn buurt woont, dus daarom heb ik dat wel gezien. En ik doe mee om de taboe te verbreken dat alle voetbalsters mannelijk zijn. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Mijn vriendinnen hebben eigenlijk de stap gezet voor mij. Ze zijn van, Merel, misschien moet je daar wel een keer aan meedoen. En mijn ouders stonden daar ook eigenlijk heel erg achter. Dus zo ben ik hier beland, ja. Ik heb 4 jaar geleden meegedaan met Young Miss Fashion. En ik vond dat wel een leuke ervaring en zo. Juist, alles ging wel in het begin een beetje moeilijk, maar je leert ook veel bij. En nu stond ik meteen op omdat mijn vriendin terug meedoet. En ik vond het echt wel leuk om dat weer terug te doen. Nu dat ik ook meer zekerheid heb erover. En ik vond het wel leuk om weer mee te doen. Oké, leuk om te horen. Ja, jij zegt al van, ik ben heel sportief en ik doe voetbal en heel veel fitness. Waarom kies je dan eigenlijk voor om mee te doen aan een misverkiezing? Het is iets helemaal anders en ik wil laten zien dat dat wel gecombineerd kan worden. Dat het niet altijd mannelijk moest zijn en sportief. Het kan ook iets helemaal anders zijn. Zeer terecht. Ik vind u in ieder geval een heel prachtig meisje, dus dat komt goed. Is er iemand in de modewereld waar jullie naar opkijken, qua fashionistas of zo? Nee, niet dat ik weet. Ik vind Bibi Rex haar kledingstijl heel mooi. Het is altijd iets uniek en ik hou daar wel van. Een unieke kledingstijl. En hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven? Dat hangt af van het moment of waar dat ik ben en met wie dat ik naar haar is gaan. Dus het valt eigenlijk altijd te zien. Dat kan heel uiteenlopend zijn. Dus. Ja, zeker. Ja. Dat is wel leuk.
Is er iemand naar wie jij opkijkt? Niet direct. Ik kijk gewoon soms op internet naar fashionpagina's, maar niet direct een icoon zelf. Nee. Oké. Eigenlijk net hetzelfde als hij. Ik vind wel juist de winnaarst van 3 jaar geleden, Ines van Uytem, vind ik eigenlijk wel een part van een meisje. Dat is wel een voorbeeld voor mij. Dus eigenlijk kan ik dat wel als een icoon een beetje beschouwen. Ja, zo zou ik het ook wel willen zijn of eindigen. Ja. Dat is leuk om te horen natuurlijk, hè, dat een van onze missen een voorbeeld is voor de meisjes die nu deelnemen natuurlijk. Ik ga nog een heel rare vraag stellen. Stel dat je te horen krijgt dat je nog maar 1 uur te leven hebt. En je mag nog maar 1 sms naar, of nog maar bellen naar 1 persoon en die 1 ding vertellen. Naar wie zou dat dan zijn en wat zou je die zeggen? Dat is een super moeilijke vraag voor mij. Ik zie mijn ouders doodgraag. Ik zie mijn vriend doodgraag. Dus ik zou niet kunnen kiezen. Ik zou echt niet kunnen kiezen. Het enige dat ik zou zeggen is dat ik ze ik zie ze allemaal even graag. Ja. Ik vind dat natuurlijk... Het is geen gemakkelijke vraag. Dus ik snap de twijfel. Ik zou naar mijn mama sturen dat ik heel veel naar haar hou. En dat ze een super moeder is. Dus ja, mijn mama. Mooie woorden op deze moederdag natuurlijk ook, hè? Ik denk toch wel mijn klein broertje van 1 jaar. Hij betekent heel veel voor mij. En ik zou zeggen dat hij altijd in mijn hartje zit. Ja. Dat is heel mooi. Een mooie broederliefde. Allee, liefde voor een broer. Ik zou bellen naar mijn vriend en zeggen dat ik heel veel van hem hou. Dat hij heel veel voor mij betekent. En dat hij zeker onze momenten samen nooit mag vergeten. Dat zou me echt al pijn doen, moest hij dat zo direct kunnen vergeten. Dat snap ik en dat is een zeer mooie boodschap. Van jou weet ik al dat je een vriend hebt dat die je enorm steunt, want hij heeft je zelfs ingeschreven. Steunt jouw vriend je ook? Ja, zeker, zeker. Hij zegt ook zo van ja, veel succes en hij wil ook meegaan naar hier. Hij wil nog 8 uur op mij wachten buiten. Maar ja, ik zei ook van dat gaat toch niet. Het is slecht weer buiten, dus sowieso gaat dat niet. Maar ik vind het wel lief dat hij zo meekomt tot hier en zo. Dat is inderdaad heel veel dedication en dat is ware liefde dus. Ik zit hier bij 4 prachtige dames en zeer sympathieke dames. Ik wens ze enorm veel succes binnen deze wedstrijd. En vooral geniet ervan en leer elkaar wat beter kennen. Dankjewel. Alsjeblieft.